Jeroen Roudink, wat een eerste wedstrijd in de World League in eigen huis. 3-2 van België gewonnen na een 2-0 voorsprong. Ja, wat zijn je gevoelens nu na afloop van deze wedstrijd? Ja, zeer tevreden, want ik denk dat wij de eerste twee sets een niveau hebben laten zien heel hoog is, waar we naar streven. Er zat een concentratieprobleem in de derde set. We hebben gevochten in de vierde en onze serve in de vijfde heeft ons geholpen naar een hele mooie overwinning, hele belangrijke ook. Wat deden jullie in de eerste twee sets zo goed? We hebben een heel duidelijk plan van tevoren gemaakt samen met Guido van Meulen en ja, dat werkte. Het werkt erg goed. Blokkerend stonden we daar en we pakten veel in de verdediging. En de side-out liep gewoon goed. Ik denk dat we gewoon de eerste twee sets van een heel hoog niveau hebben laten zien. En ja, goed, helaas konden we dat niet vasthouden. Maar we wisten van tevoren dat zij zouden vechten. Dat zij niet opgeven. En dat hebben ze laten zien tot aan de vijfde set. En ja, niet meer op de Lazies maakt het gewoon heel mooi af. Ja, jij noemt concentratieverlies in set 3, maar je kunt ook constateren dat België echt beduidend beter ging spelen vanaf dat moment. Ja, absoluut. Ik denk dat zij serverend een stuk beter in de wedstrijd kwamen. Zij maakten veel fouten in de eerste twee sets. Wij hadden ze goed onder controle en konden goede side-out spelen. Ja, uiteraard is het de wisselwerking, maar je komt 3-0 achter. En als je echt scherp bent, dan hoort dat niet. En dan, je geeft ze net iets te veel ruimte, laat ik het zo zeggen. Hoe lekker is het om met iemand als Nimir Abdelaziz te spelen die zo het verschil kan maken in zo'n vijfde set? Ja, fantastisch. Dat is goed. Maar vergeten we niet dat we in de vierde set Dick Kooi hetzelfde deed. Helaas konden we die niet afmaken. En Kai van Dijk hetzelfde al heeft gedaan tegen Spanje en Portugal. Dus we hebben dat in huis. En dat is heel fijn spelen, want als je de side-out op orde houdt, dan komen de breakpoints vanzelf. Zware wedstrijd gehad vandaag. Morgen speel je weer tegen de Belgen, weer hier in Den Bosch. Wat verwacht je van die wedstrijd? Fysiek zijn we sterk. We gaan ons kop op herstellen zetten. En morgen om 3 uur zorgen dat ze fris mogelijk aan de start komen. Zij hebben ook 5 sets gespeeld. Wij hebben denk ik vorige week mentaal gezien een uitputtingsslag gehad met de spanning die erop stond. Maar gezien het niveau vandaag denk ik dat dat voor morgen wel oké is. Dank voor je tijd. Heel veel succes, man. Graag gedaan.